cosa dai dei credenti? Il disco vuole il Cristo al Santo. Maurits Cornelis Escher werd op 17 juni 1898 geboren in het voormalig Oranjepaleis. Tegenwoordig het keramiekmuseum Prinsessenhof te Leeuwarden. Zijn vader was een civiel hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat en huurde het kapitale huis in het centrum. Ik had voelweg behalve ontwikkelde, ook vermogende oudsten. Van mijn vader hield ik veel. Het was een heel rustig model waar ik niet bang voor was. Hij was 55 toen ik werd geboren. Hij heeft altijd grote indruk op mij gemaakt. Ik lijk op hem. Hij was ook een eenzame. Zat veel in zijn kamer. Maurits werd thuis Maukie genoemd. Tot aan zijn dood bleef het Mauk voor zijn vrienden. Escher had een zwakke gezondheid en zijn moeder ging vanwege de schone lucht vrijwel iedere zomer met hem en zijn twee broers naar Zandvoort. Later verbleef hij op aanraden van de huisarts nog ruim een jaar in een Zandvoorts kinderthuis. In 1903 verhuisde het gezin naar Arnhem en 15 jaar later naar Oosterbeek, naar de Villa Rosanne. Van 1912 tot 1918 zit hij op de HBS in de Arnhemse Schoolstraat. Later noemt hij deze tijd de Arnhemse hel. De architectuur van de school blijkt een belangrijke bron van inspiratie voor zijn latere grafische werk. Ik was een bijzonder povere leerling in rekenen en algebra op de burgerschool in Arnhem. Want ik had en heb nog steeds grote moeite met abstracties van cijfers en letters. Toen er in de stereometrie een beroep werd gedaan op mijn voorstellingsvermogen, ging het allemaal beter. Maar toch heb ik ook daar op school nooit uitgebroken. Gedurende zijn schooltijd is tekenen het enige vak waar hij altijd een 7 of meer voor haalt. Hij gaat samen met zijn vriend Bas Kist naar het nieuwe atelier van de schilder Gert Stegeman en maakt daar zijn eerste etche. Tijdens een buitenlandse vakantie in 1913 raadt Eddie, Mauk's oudere halfbroer, zijn vader aan Mauk een Kodak fototoestel, een boxje, te geven. Waarschijnlijk zijn deze foto's door de jonge Mauk gemaakt. Na de middelbare school ging hij op aanraden van zijn vader naar Haarlem om een opleiding voor architect te volgen aan de School voor Bouwkunde en Sierende Kunsten. Daar wordt hij door de graficus Samuel Jesseroen de Mesquita, die de aankomende architecten les gaf in grafische technieken, naar de grafische opleiding gehaald. Ik heb veel aan de Mesquita te danken. Hij was mijn leraar in de grafische technieken. Hij zag wat in mijn houtsneden. Heeft doorgedrukt dat ik daarin doorging. Als hij niet met mijn ouders gepraat had, was ik verder gegaan met bouwkunde. En ik heb nooit een gezin gehad in huizenbouw, bij een gekhuis. Zoals het hoort in je studietijd, experimenteert hij in verschillende stijlen en zoekt hij naar zijn vorm. In 1922, als hij zijn studie heeft afgerond, reist hij als babysitter mee met het gezin van zijn jeugdvriendin Fit van Stolk op een bootreis naar Spanje. Hij bezoekt onder andere het Alhambra in Granada. Hier maakt hij een tekening van een tegel. Het is logisch dat de eindeloos herhaalde motieven hem interesseren, want een half jaar eerder had hij zelf al 8 koppen gemaakt. Maar kennelijk boeit dit systeem hem nog niet genoeg, want tot 1937 gebruikt hij de vlakvulling niet meer. In 1933 is hij alleen naar Cadella om daar het wonders van Nederlandschap te tekenen. Op het terras van de Alberto Toro wordt hij verliefd op Jette Bonneke, die van Anders in Cadella verblijft. Ze trouwen in juni 1924 en gaan een jaar later in Rome wonen in een appartement aan de Via Alessandro Ferreira. Hier
1929 sluiten zijn jeugd in het Oostfries. Het is een groot voordeel, zo u dacht, elk jaar in de lente te doen. Geest en lichaam verfrissend, een stof opnieuw en het werk der volgende maand. En geen verdwijnen gedurende die voorjaarsmaand, die bij denken aan zekere beschrijvingen door een zwerver geliefd en geschreven. In deze tijd werd Escher als een klassiek kunstenaar. De tekening die hij in het voorjaar maakt, verwerkt hij later in zijn tot prima. Op een bijna Japanse manier onderzoekt hij hoe hij zijn composities spannend kan maken door bijvoorbeeld in de voorgrond iets groots te zetten. In zijn composities zoekt hij fascinerende knooppunten op. In dit overdekt steegje, Atrani bijvoorbeeld, komen drie trappen op grafisch intrigerende wijze samen. De techniek die hij hier gebruikt is gelijk aan die van de houtsnede die hij van nachtelijk Rome maakt. Soms zet Escher ons op het verkeerde been door twee verschillende werelden perspectiefisch op een volstrekt aannemelijke wijze te combineren. Als dit een echt spiegelbeeld was, zou de kaptafel buiten op straat moeten staan. Escher maakt zo een vervreemdende voorstelling, maar doet dat zo slinks dat het ternauwernood opvalt en vanzelfsprekend lijkt. In 1935 werd zijn zoon George gedwongen om het uniform van de fascistische jeugd te dragen. Dit was voor Escher de reden om Italië te verlaten en zich met zijn gezin in Zwitserland te vestigen. Jetta en de kinderen hebben het naar hun zin, maar Escher vindt het er vreselijk. Het was voor hem een levenloos landschap met fantasieloze architectuur. Het verlangen om bevrijd te worden uit deze beklemmende stenen omgeving werd haast een obsessie. Er is niets verrukkelijkers dan de zee op de voorzijde van een klein schip. Alleen de vissen, de wolken, het wisselende spel van de golven en de veranderingen van het weer. Niet lang daarna monsteren Jetta en Escher aan op een schip van de Compagnia Adria met Spanje als bestemming. Voor de tweede keer bezoekt hij het Alhambra met zijn Moorse elementen waarmee muren en vloeren versierd waren. Hij kopieert vele motieven samen met Jetta, die als tekenaar een begenadigd autodidact is. Hier wordt de grondslag gelegd voor zijn grensverleggend werk op het gebied van de regelmatige vlakverdeling. Terug in Zwitserland werkt hij dit systeem verder uit. Wij zaten 's winters opgesloten in de sneeuw. Ja, wat moest ik doen in die ellendige sneeuw? Daar heb ik die rare idee gekregen van vogels, vissen, lucht en water. Diertjes in elkaar zetten, uitknobbelen tot ze samen het vlak vullen, is iets wat anderen niet hebben gedaan. Ik moest het allemaal zelf doen. Dat kost inspanning, geduld, tijd. Volgens Escher is een vlakvulling een vlak dat zich aan alle zijden onbegrensd voortzet. Het kan volgens een beperkt aantal systemen tot in het oneindige gevuld worden met of verdeeld worden in gelijkvormige, meetkundige figuren die elkaar aan alle zijden begrenzen zonder dat er lege plekken overblijven. In 1941 verhuist Escher, na enige jaren in België te hebben gewoond, naar het Nederlandse Baarn. De kinderen, inmiddels drie zoons, groeien hier op en Escher kon er voortvarend doorwerken. In 1944 bezoekt hij de woning van zijn leermeester, de Mesquita. De voordeur stond open toen ik eind februari kwam. Ik ging naar boven in het atelier. De ramen waren kapot. De wind woedde door het huis